Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Er trekken nog tamelijk veel wolken over Nederland, maar de zon kan daar al mm, voorzichtig doorheen gaan breken. Het wolkendek is niet al te dik en in de loop van de ochtend, zeker vanmiddag, gaat vanuit het westen de zon steeds beter doorbreken. Verder komen verspreid in het land nog een paar van die kleine regenbuitjes voor, maar op veel plaatsen is het ook gewoon droog en later in de middag zullen de buien, de buien zich steeds meer tot het binnenland gaan beperken. Van 20 tot 23 graden en er waait in eerste instantie nog een behoorlijk stevige zuidwestenwind, maar die gaat aan het einde van de middag en vanavond duidelijk afnemen. Alverwege de avond is het de graad of 18 met behoorlijk brede opklaringen. Komende nacht komt er vooral in het zuidoosten weer meer bewolking. Morgen vroeg daar grotendeels grijs, denk ik, met een spatje regen. Maar dan breekt er geleidelijk aan de zon overal weer goed door. En tussendoor een klein buitje, misschien 19 tot 22 graden en een matige westelijke wind. Op zondag is het grotendeels droog, lokaal misschien een buikje, 20 of 21 graden. Maandag waait er een zuidenwind en dan wordt het even warmer, 21 tot misschien plaatselijk 25 graden, en geregeld zon. Waarin de avond volgt de regen en dinsdag vallen er weer buien. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl